Anne? Dames en heren, er zijn heel veel grappige mensen. Ik vind mezelf redelijk grappig, dan komt er heel lang niks. Dan krijgen we Champions League grappig. En dat is deze man, Torino Hunter. Torino, laat je stralende lach zien. Hoe blij ben jij dat je terug bent in Venlo? Heel blij. Daar. Ja, toppie. Twee doelpunten tegen, twee doelpunten voor, maar nog veel belangrijker. Puntje meegenomen uit Alkmaar. En dan nu. Op woensdag in de Champions League tegen Liverpool. Op zaterdagmiddag in de Kuil. Dat is het lot van Ajax. Daar gaan we het over hebben. Koffie met de Koning. Aflevering 2. Ja Hans, proost op het puntje hè? Ja, dat smaakt goed. Twee doelpunten tegen, heel vroeg in de wedstrijd. Neem ons eens even mee, want iedereen zegt... Het had 4-5-0 kunnen staan bij rust. Had jij dat gevoel ook? Jawel, dat was geen sprookje geweest. Hè? Want uiteindelijk komen we weer in de eerste minuut achter. 1 minuut 30, dat hadden we de wedstrijd ervoor en daarvoor ook gehad. Dus dan moeten we wel... Wat ligt eraan? Is dat niet geconcentreerd of is dat jawel, te makkelijk? Jawel, juist wel misschien wat te. Maar ook, weet je, ook de omstandigheden. Het is zo doods allemaal. De adrenaline. En je moet het allemaal uit jezelf halen. Ja. Maar uiteindelijk moeten we daar wel van leren. Dat mag niet meer gebeuren. En voor rust had het zomaar 0-5 of 4-5-0 kunnen zijn. Maar dat is het niet. Dus je gaat met 2-0 die rust in. Rood kaartje tegen. Dat was ook wel een breekpunt natuurlijk tijdens de wedstrijd. Nou, we zagen op een gegeven moment ook die 4 minuten dat ze nog speelden tot de rust. Dat ze in principe 4-2-3 gingen spelen. Ja. Dat hadden we ook zo wel ingeschat. Ze hadden niet gewisseld. En dat gebeurde na rust ook. Dus in de rust met elkaar hebben we een wissel gedaan. Ja. Een aanvallende wissel. En geprobeerd vanaf de eerste minuut na rust om AZ onder druk te houden, bezig te zijn. Maar dan zijn er toch nog wel momentjes dat ze goed zijn. En dan zit je eigenlijk wel op die aansluittreffer te wachten. Dat die zou vallen op het uur of misschien wel de 70ste. Maar dat duurde lang en dat is wel jammer dan. Maar oké, dan maken we een goede goal met Evert. Ja, de dus, 1000ste, een volledig Venlose makelij. Ook dat nog eens, maar weet je hoe mooi dat is? Ja. Zeker voor straks in de geschiedenisboeken. Ja. Maar dan zie je dat er bij AZ gebeurde er gewoon wat. Ja. Daar zag je ook vanaf de kant, maar ook in de wedstrijd de paniek omslaan. Omdat ze natuurlijk ook bij Sparta gewoon een 0-4 weggeven. De vierde of de vijfde keer. Ja, en na de derde keer was het volgens mij. Ja. En de 3-1 bij Fortuna gaven ze zomaar weg. En dus, bij ADO. Dus het gaat er dus om. Op een gegeven moment voelden we ook wel dat er wat te halen was. En dan moet ik zeggen dat Jaffa twee goede momenten kende met zijn invalbeurt, dat die keeper goed pakte. Ja, dan zeg je, hopen dat het mee zit. Ja, dan krijg je gelukkig die penalty. En die maken we dan. En dan zit je op dubio, hè, want we hadden zelfs Stan van Dijk ook nog gebracht. Ja. Van wat zullen we doordrukken, maar dan is het in de 90ste minuut. Ja, je zal hem even doen. Ja, dan is het zonde. Hè? Dan moet je het niet doen. Want dan moet je je gelukkig prijzen met dat punt dat je meepakt. Je zei het van tevoren, teken ik voor. Nee, absoluut. Goed, je hebt hem gekregen. Ja, dan pak je punt. Eén of twee dagen daarna hoor je dat er 13 mensen bij AZ met corona besmet zijn. Waarvan maar één basisspeler, Boadou. Ik neem aan dat je Swinkels en Koeman even bij je hebt geroepen, hè? Nee. Als die geen corona hebben, hebben ze dus niet op 1,5 meter staan te dekken. Nee, maar oké, maar dat is wel ietsjes wat je moet uitwijzen aankomende dagen. Ja, dat bedoel ik. We zijn vandaag getest. Ja, dan krijg je de uitslag morgen. En als dat goed is, dan weet je ook wel dat buiten best wel veilig is. Maar uiteindelijk gaat het er ook om. Hè. Je hebt daar toch in een bepaalde situatie bij daar geweest met de hele groep. Ja. En ik vind het wel spannender als andere keren. Ja, en dan Ajax, hè, komende zaterdag. Die spelen op woensdag nog Champions League Liverpool. Ja. En nu moet je je opladen voor de zaterdagpot tegen Venlo. Ja, misschien dat ze die accupolen om 1:50 vinden, dat zou lekker zijn. Dan is die accu nog niet opgeladen. Ja, een beetje Duitse tijd, hè? Zaterdag 4:30. Maar weet je waar het om gaat? Kijk, ook hun hebben natuurlijk een selectie die breed is. Ze zullen daar ook in de arbeidsrust heel goed rekening gaan houden. We weten hoe het idee van Ajax is, welk poppetje A of poppetje B erin staat. Maar ze spelen hetzelfde. Ze spelen altijd hetzelfde. Maar als je dan ziet hoe we daar zelf mee om moeten gaan, dat is veel belangrijker. Vorige keer twijfeltje bij Kiersbaum, twijfeltje bij Post. Hoe staan nu mee met die twee? Nou, die hebben vandaag wat meer kunnen doen dan anders. Dus we moeten maar afwachten hoe dat zich morgen weer ontwikkelt. Daar kunnen we nog geen uitsluitsel over geven. En, jongens zijn er hard mee bezig om het te halen.
Dus ja, en als het niet lukt, we hebben altijd jongens die dat weer in kunnen vullen op hun manier. En die er moeten staan, dan grijpen die hun kans weer, dan gaan ze er weer voor. Dus daarin is de selectie wel goed genoeg om elkaar te vervangen. Zaterdag 4:30, VV tegen Ajax. Hans heeft er vertrouwen in, wij hebben er vertrouwen in. Dit was Koffie met de Koning.